waren eens drie musketeers. De ene was dapper. Een kap! De tweede was slim. En de derde was heel trots. En ze hadden ook nog een jonge leerling. Die was ze dierbaar. De Joden horen niet thuis in Europa. En ze horen zeker niet thuis in Noorwegen. In de herfst van 1942 arresteerden de nazi's de Joden in Noorwegen. Waar is papa? Maar sommigen konden ontsnappen. Ga maar naar Tante Victis. En onthoud wat ik heb gezegd. De cadeaus liggen in de kelder. Wie zijn jullie? Die kinderen die ze zoeken. Waarom zijn ze naar jullie op zoek? Omdat ze Jood zijn. Ze wilden naar een land waar ze vrij konden zijn. De grens over naar Zweden. En daarom smokkelden jullie over de grens in een aardappelzak. Jij bent een meisje dat doet alsof ze een ridder is. We hebben jou niet nodig. Ik ben een musketier. Waarom neem je zo'n groot risico om ze te helpen? Het zijn mensen, net als wij. Mensen helpen elkaar. Daar is een Duitser! Dat is allemaal jullie schuld! Daniel! We zijn kinderen. Niks hiervan is onze schuld. En we hebben alleen maar elkaar.